De Eindhovense stadsprediker Arnold Cox stond vrijdag weer eens voor de rechter in Den Bosch. Ditmaal omdat hij in beroep ging tegen een verkeersboete, wegens door rood rijden. Nou stond ik hier voor de stoplichten te wachten en ik sprong voor voetgangers op groen. Maar voor auto's was het nog rood. Een eindje verder hield de politie mij aan en ze zei dat ik door rood gereden was. Terwijl het groen was voor de voetgangers. De politie betrapte Cox op heterdaad toen hij door rood reed op de kruising Frederiklaan-Essenstraat. Boete €90. Cox ging in beroep tegen de boete omdat hij volgens eigen zeggen op het voetgangerslicht lette dat op dat moment wel op groen stond. Een verwarrende situatie dus. Dat was de Bossche rechter vrijdagmiddag met hem eens. De situatie ter plekke is inderdaad onoverzichtelijk. Daardoor verlaagde hij de boete naar €40. Cox vond de uitspraak schappelijk, maar een feestje hoeft hij niet te vieren. Ik heb iedere dag feest, antwoordde hij geheel in stijl.